Vanochtend vroeg. De zon klimt langzaam boven Kapellen. Ah, Corrie. Ça va? Tata. Kom binnen. Goedemorgen. Morgen. De laatste dag. Ja. Kijk je er tegenop? Ja, het is geen dag gelijk een andere dag natuurlijk. Het is toch de laatste koers en ja, de receptie erachter, dus gaat toch wel wat met zich meebrengen. Een beroemde gast schuift aan de ontbijttafel. Schoonvader Raymond Poulidor, de populairste Franse wielrenner van na de oorlog. Word jij later ook wielrenner? Geen ja? Ja. Ja? En jij? Nee. Wat word jij dan? Voetballer. De kinderen hebben het afscheid op school voorbereid. Zo, dankjewel. Oh, alle kindjes ook. Dit is het heiligdom, de schuur met het materiaal. Je hebt geleefd als een asceet. Ben je ooit echt uit de band gesprongen? Ooit? Ja, dat is lang geleden. Vroeger, de eerste paar jaar van mijn profcarrière, dan ging ik eens in de winter uit en dan kwam eens een keer dronken thuis, maar... Dronken thuis? Zo één keer per jaar, maar ja, dat slaat ook niet aan natuurlijk. Dus, nee, ik vind, op een gegeven moment heb ik voor mezelf de conclusie getrokken, dat is nou 12 jaar geleden, toen heb ik gezegd, nou ja, of je nou 10 of 20 trappisten drinkt, na de 5 dan heb je toch geen smaak meer van, dus ik drink liever een paar trappistjes met veel smaak als 20 en je hebt er geen smaak van en de andere dag ben je niet goed, dus alles in de mate van het mogelijke. Die schok hier, staat die als een symbolisch teken van wat de toekomst brengt, een beetje in de tuin? Nou, dat is wel een van mijn hobby's, de tuin. Dus, ik heb periodes gehad de laatste jaar dat je daar wel een keer tijd voor hebt. Maar je hebt meer geen tijd als wel tijd. Dus ik had altijd een onkel die dat netjes voor me deed. Maar nu komt de tijd dat ik zelf mijn tuin wat bij kan houden. Dit is Evie, 10 jaar. Heb je nooit overwogen om er heel stilletjes stiekem uit te stappen? Dat heb ik wel overwogen, ja, maar er zijn bepaalde dingen die heb je zelf niet in de hand, hè. Ik bedoel, in juni, juli was er nog niks bekend, hoor, van een afscheidscross. Tot op een gegeven moment waren er een paar die daar interesse in hadden. En, ja, dan beginnen te lopen en dan kun je dat toch niet meer tegenhouden. Met welk gevoel vertrek je naar je laatste wedstrijd? Een beetje melancholisch? Ja, toch wel een beetje spanning, hoor. Niet echt nerveus, maar gewoon... Je bent eigenlijk benieuwd wat de rest van de dag gaat brengen. Dus eigenlijk, ondanks 20 jaar en heel veel wedstrijden, is best spannend de laatste wedstrijd. Dan op naar Hogerheide, zijn geboorteplaats. De fans zijn er. Het laatste rugnummer. En de supporters zijn met tienduizenden gekomen om hem nog één keer te zien rijden. Overal klinkt applaus. Tegen
tegen het einde van de koers is er een kopgroep van 3. Groenendaal, Nijs en Van der Poel. Dan de allerlaatste meters na 20 jaar. Groenendaal wint, Nijs wordt tweede en Van der Poel richt zich op. Het is voorbij. Ja, ik vind het compliment aan de grote massa toe dat ze allemaal massaal naar hier gekomen zijn. En het is een blijk van dat ik hun toch de laatste 20 jaar heel veel gegeven heb. En ik ben hun dankbaar dat ze hier vandaag zijn. Is er toch een lode last nu van je schouders gevallen? Ja, het hoeft nou niet meer, hè. We kunnen nou eens wat andere dingen doen. Ja, lijkt me ook fantastisch.